Hey mensen van het internet, allahs. Ik ben 31, ik heb PDD NOS en in deze video gewoon vertellen hoe het is om op je 31ste nog PDD NOS te hebben. Iets wat nooit weggaat, maar blijf kijken. Hey, daar zijn we dan, ik zit even binnen, ik heb lekker jelletje in mijn haar gedaan, dat is toch beter. Ik heb klassiek muziekje opgezet, want dat is copyright free. En daar gaan we dan. Ik heb ooit een keer eerder een video gemaakt over PDD NOS, de kenmerken. Die is inmiddels 8000 keer bekeken. Heel gaaf, zeg maar. Alleen veel van de kenmerken sloeg op kinderen. Sociale vaardigheden en PDD NOS. Nou kan ik alleen voor mezelf spreken en zeggen dat ik heb aardig ingehaald. Ik heb boeken gelezen. Er zijn twee boeken. Het zijn twee boeken die ik heb gelezen. Dat zijn deze. En dat zijn deze. Ik heb nog meer boeken waar ik van hou. Zeg maar. Maar ik heb geïnvesteerd in mezelf. Ik heb me altijd afgevraagd. Waarom ben ik anders? Weet je wel. En wat is het probleem dan? En ik heb altijd gewoon onderzocht waar het zat. Ik heb mensen bestudeerd. PDD NOS bij volwassenen. Waar het nu vooral in zit, is dat dat filtertje nog steeds niet in de hersenen zit. Dus dat betekent dat alle prikkels nog steeds tegelijk binnenkomt. Dus als ik in een drukke omgeving een gesprek met iemand aan het voeren ben. Of iemand is mij wat aan het vertellen, dan moet ik heel goed opletten. Want ondertussen zijn er nog vier gesprekken om me heen gaande die allemaal binnenkomen. Ongecensureerd. En dan moet ik dus heel erg focus leggen op jou. Daarom dat 1-op-1 contact, daar ben ik nog steeds het beste in, zeg maar. Ik vind het wel leuk om in een groep te zitten. Ik heb bijvoorbeeld jarenlang ben ik omgegaan met een groep meiden. En dat was hartstikke gezellig. En ik ga nog steeds voornamelijk om met meiden, zeg maar. En wat ik dan vooral leuk vind is gewoon om te luisteren naar die dames. En kijken hoe ze bezig zijn. En ja, dat vind ik hartstikke gezellig, zeg maar. Maar wat dames vooral doen is van de hak op de tak springen. Omdat je zeg maar toch een beetje, wat ik wel heb gemerkt aan mezelf, is dat ik qua sociale vaardigheden, en misschien is dat wel een pluspunt, veel heb overgenomen van wat de dames doen. Ik heb een beetje voor mezelf het gevoel alsof ik dames wel goed kan begrijpen. Mannen zijn heel makkelijk te begrijpen, zeg maar. Als je een man neemt, zeg maar, dan de helft van dit is het handboek van een man. Dan moet ik toch een beetje ingrijpen. De volgende vergelijking die hij gaat maken, zeg maar, is niet heel bijster intelligent hoor. Maar doet hij wel met gevaar voor eigen leven. Het is niet als waarheid aan te nemen, zeg maar. Maar het is maar even dat je dat weet. Het is ook het beste als je dit niet zegt in bijzijn van een vrouw. Dus dat wou ik even zeggen. Dit is ongeveer het handboek over de vrouw, zeg maar. En die verschilt nogal per dikte per vrouw. Dat is niet negatief, dat is gewoon zoals het is. Vrouwen zijn veel interessanter. He, daar heb ik me goed uitgered. Inlevingsvermogen, dat is allemaal te trainen. Ik kan haarscherp inleven. Inleven betekent puur van, oké, hier is een situatie. Hoe zou ik me voelen in die situatie? That's it. Gaat dat lukken, jongens? Ik denk het wel, toch? Zo moeilijk is het niet. Als je dat kan, als je kan zeggen van oké, hoe voel ik me in die situatie, ben je er. Oké, wijsneus, dan moet ik je twee keer redden in één video. Dat is toch niet de bedoeling in de toekomst, zeg maar. Er komt nog bij inlevingsvermogen, dat je dus ook zeg maar kan inschatten, oké, hoe komt mijn gedrag over op die ander als ik het zo doe. Niet alleen, hoe voel ik me in die andere situatie, maar hoe zou die ander zich voelen als ik die ander een klap op zijn bek geef, zeg maar, zoals deze gozer dat wel verdient af en toe, zeg maar, hoe zou dat zijn voor hem? En als je dat niet kan, als je dan niet kan inschatten van, goh, hoe zou dat zijn, dan moet je naar de dokter.
denk ik. Goed. Geef deze video een duimpje als je het een leuke video vond. Deel het met al je vrienden. Vind ik leuk. Tot de volgende video, hè. Tjus.